Weer naar binnen. En je loopt hier ook een melkrobot bij. En daar kunnen ze zelf naartoe als ze denken, ik haal een snoepje of ik wil gemolken worden. Of allebei. Dat klopt, ja. We hebben hier drie robots. We hebben hier een melkrobot. En dat gaat helemaal automatisch. Dus de koeien kunnen zelf bepalen wanneer ze gemolken willen worden. We hebben een mestrobot. En we hebben een voerbandrobot. Dus het voer komt automatisch hier voor het voerhek. De mestrobot die zuigt de mest op. En daar maken we weer nutriënten van wat terug gaat naar de stad. Mestkorrels, organische mest. En de melkrobot doet ook 24/7 zijn werk.